Goedemiddag allemaal. Welkom, welkom. Het gaat vandaag over onze stad, hè. Kijk, daarom staat ook het symbool van Leuven daar. Waarom is dat zo? Omdat het kofschip, hè, van Els en van Loren, die hebben de afgelopen weken hard gewerkt rond de geschiedenis van de stad Leuven. En toen ze allerlei informatie hadden verzameld over de stad Leuven, toen zijn Andries en ik naar binnen gewandeld met onze instrumentjes. En toen zeiden we, zullen we nu rond wat jullie hebben geleerd eens een paar liedjes gaan maken? En kunnen we dat brengen voor heel de school? Iedereen kent wel het standbeeld van de Vier Mariet. Dat staat bij de Dijlen. Maar kennen jullie het verhaal? Daar hebben we een liedje over gemaakt. Vier Mariet, Vier Mariet, Vier Mariet. Vier Mariet, Vier Mariet, Vier Mariet. Ze was een meisje. Vroeger waren het alleen de mannen van het jaar, maar nu gelukkig ook de vrouwen. En daar hebben wij een liedje over geschreven en over de meiboom, omdat de leuvenaars die vroeger van de verslaafden zijn gestolen. Wij gaan op pad naar de Brusselse stad. We stelen de meiboom achter een gat. En we gaan dansen, springen, zingen. Universiteitsbibliotheek geweest. En daar ontmoeten we Luc. Luc is de bijaardier. Een bijaard is dus een keihard instrument van België. Het heeft keiveel klokken en je speelt hem vast zijn voeten. We vonden dat een kei leuk instrument. En daarom maakten we een liedje voor Luc. Dit is voor jou, Luc. Het gaat over de koeienschieters, de bijnaam van de Leuvenaars. Omdat er op een dag een vergissing was gebeurd met de Fransen en de koeien. In plaats van de Fransen neer te schieten, hadden ze eigenlijk de koeien neergeschoten. Ik ben Guy, ik ben blij, want ik ben hier vandaag uitgenodigd door de kinderen naar uw lied te komen luisteren. Een lied over de reus. De reus Jean-Richard II. Een van de reuzen van Leuven. Die heb ik gemaakt. Ze hebben er een lied over gemaakt. En dat vind ik heel tof. De reuzen van Leuven zijn heel mooi. En we hebben voor een bekende melodie gekozen, zodat het publiek mee kan klappen en mee kan zingen. Ja, de reuzen komen naar ons toe. Ja, naar ons toe. Hey.
1000 jaar geleden waren de Vikings hier in Leuven, want zo heette Leuven toen. En ik heb met een groepje daar een liedje over geschreven. En ja, ik ben de drummer. Echt super tof om dit project met de dienst Erfgoedcel Leuven te doen. En wij vinden het fantastisch dat die kinderen aan de slag gaan met dat erfgoed en die verhalen. Het verhaal van Pure Marie, koeienschieters. Dat die daarmee kennis maken, niet alleen, maar daar nog zo'n knappe liedjes van maken. We zijn al weken aan het uitkijken naar de voorstelling zelf, want we hebben er super hard naartoe geleefd, samen met Felix. En ja, de voorstelling was ook super leuk. Echt heel goed gedaan, kei tof. Ja, we hebben veel geleerd over de cultuur van Leuven, wat dat ook wel verrassend was, op een hedendaagse manier gebracht. Tof optreden, de kinderen waren volgens mij allemaal kei gelukkig. Ik vond het zelf ook kei tof. Het is heel tof dat ze dit ja, samen kunnen doen en dat dat ook ja, volgens mij een verbindende factor is voor de rest van het jaar. Ze kunnen volgens mij hier ja, opteren qua sfeer en ja, dat is gewoon zalig. Ik heb genoten van dit project, van eigenlijk het optreden van al die kinderen die op een schitterende wijze de geschiedenis van Leuven en de legendes, de verhalen over Leuven, tot leven hebben gebracht in eigentijdse teksten. Dat is ontzettend mooi om te horen en te zien. En ook hoe zij meer bekendheid geven aan die toch wel legendes, maar ook aan de actualiteit daarvan. Denk aan de Bijaardier, denk aan de Reuzenstoet in Leuven. Ik vond het ongelooflijk fijn en ik hoop dat er nog verder gewerkt wordt op dit soort projecten. Gefeliciteerd allemaal. Ja, de Leuvenaar.